Dames en heren, het is een prachtige dag. De stad zit vol met toeristen, mensen op terrasjes, lekker aan een wijntje wellicht al, alhoewel het misschien nog wat vroeg is. En in deze context ga ik u desalniettemin een tamelijk deprimerend verhaal vertellen. Dat is voor een deel een persoonlijk verhaal. Ik heb namelijk lange tijd gedacht dat wij in een gezegende tijd leefden. En ik ben erachter gekomen dat wij in een vervloekte tijd leven. En ik ga u heel kort uitleggen, 15 minuten, 4 stappen, hoe ik van inzicht veranderd ben. En daar speelt inderdaad iets waar u, als u mij kent, mee zult vereenzelvigen. De crisis die we de afgelopen 7, 8, 9 jaar doorgemaakt hebben, een hele belangrijke rol in. Ik zal namelijk heel eerlijk bekennen dat ik voor de crisis, dus voor 2008, echt, u gelooft het niet, maar echt geloofde in de professionaliteit van de bankier en zijn toezichthouder. Ik dacht werkelijk dat deze mannen in hun krijtstreep pakken, dat die wisten waar ze het over hadden. Ik dacht echt dat deze heren met hun puntschoenen en hun dasspelden, dat die inderdaad een systeem bedacht hadden met behulp waarvan de bomen inderdaad tot in de hemel konden groeien, de risico's gespreid konden worden over de hele aardkloot, er een prijs aan konden toekennen, waardoor wij leefden in een tijd waarin alles onder controle was. Groei, lage werkloosheid, stijgende huizenprijzen en geen inflatie. Het paradijs was daar. En ook ik dacht dat ze het een paf geflikt hadden. Tot 2008. Toen werd ineens voor mij, en ik vermoed dat voor velen van u precies hetzelfde gebeurd is, toen werd voor mij duidelijk dat deze heren, deze keizers, naakt waren. Ze liepen in hun blote kont over straat. Ze hadden geen flauw benul gehad van waar ze mee bezig waren geweest. Ze hadden pakweg 100 miljoen aan Nederlandse hypotheken op een hoop gegooid. Die hadden ze zodanig gespreid dat ze uit verschillende delen van Nederland kwamen. Verschillende looptijden. Ze hadden er een credit default swap doorheen geflikkerd. Een rentederivaat doorheen geflikkerd. Ze hadden via smoeselig overleg met rating agencies, kredietwaardigheidsbeoordelingsbureaus, hadden ze er een keurige AAA-stempel op weten te krijgen. En vervolgens hadden ze ze verkocht aan Noorse pensioenfondsen, Amerikaanse pensioenfondsen, Duitse banken, etcetera, etcetera. En wat mij gedurende die crisis steeds meer duidelijk werd, is dat wat er in de financiële sector gebeurd was, eigenlijk symptomatisch is voor wat er in alle andere sectoren van onze economie zich heeft voorgedaan. Nodeloze complexiteit. Banken die op mondiale schaal actief zijn in honderden markten en daar allemaal posities in hebben ingenomen, waardoor ook de raad van bestuur eigenlijk geen overzicht heeft wat de eigen bankmedewerkers aan het doen zijn. Dat is één. En dat bleek ook heel fraai tijdens de crisis, toen de top van Rabobank moest bekennen dat ze niet in de gaten hadden gehad dat hun eigen handelaren aan het rommelen waren geweest met een van de cruciale rentestanden die uiteindelijk de rentestanden bepalen voor een groot aantal markten. Geen idee, we hadden daar geen zicht op. Nodeloze complexiteit. Ten tweede, in toenemende mate productieketens over de hele wereld die op cruciale plekken bezet werden door mensen die eigenlijk maar één mentaliteit hebben. En die mentaliteit is de mentaliteit van de handelaar. Ik koop het goedkoop in, ik koop het, verkoop het duur. Het maakt mij eigenlijk niet uit wie het koopt. Hoe dommer de koper, hoe beter, want hoe hoger de winst die ik kan boeken. En op het moment dat er iets misgaat in wat ik verkocht heb, dan ben ik allang weer bezig met de volgende transactie. De handelsmentaliteit. En dan, derde kenmerk, de immense kortzichtigheid. We zijn alleen maar geïnteresseerd in aandelenkoersen op kwartaalbasis. En na ons de zondvloed. Vierde en laatste kenmerk, een volkomen
volkomen gebrek aan ketenverantwoordelijkheid. Degene die u een hypotheek verstrekt heeft, weet dat die hypotheek uiteindelijk doorverkocht wordt aan een institutionele belegger. Dus waarom zou hij of zij zich zorgen maken over uw eventuele vermogen om ook over 15 jaar, als u werkloos bent of de huizenmarkt gekelderd is, nog die lening kan terugbetalen? Het gaat om mijn provisie en het wil die provisie nu hebben. Vervolgens wordt dat door de securitisatieafdeling, want zo heet dat met een chic woord, op het hoofdkantoor van de bank bij elkaar geveegd en doorverkocht. En ook hij of zij op die securitisatieafdeling is alleen maar geïnteresseerd in de provisie. En ook hij of zij wil die provisie alleen maar nu. En dan tot slot de kredietwaardigheidsbeoordelaar. Die krijgt betaald door de bank die hem vraagt om die kredietwaardigheid te beoordelen. Hoe meer, hoe beter, leven de aandelenkoers. En dan heb je helemaal aan het einde van de keten het pensioenfonds dat dit moet betalen. En het pensioenfonds denkt van, ik heb geen flauw benul wat er in die verpakte hypotheekproducten zit. Het zal me verder ook een rotzorg zijn. Het enige wat ik wil is dat ik een verhaal kan vertellen tegen mijn achterban dat ik koop wat alle andere pensioenfondsen ook kopen. Of er ook nog enige rationaliteit of functionaliteit in die hele keten zit, zal alle individuele spelers in die keten nogmaals een, en dat is wel een toepasselijk woord hier, een worst wezen. Kortzichtigheid, geen ketenverantwoordelijkheid en enorme onnodeloze complexiteit. Als je met die bril op naar onze economie gaat kijken, dan moet je constateren, en dat zien we ook als we een beetje letten op de affaires die we de afgelopen jaren hebben zien passeren, dat dit zich voordoet in de automobielindustrie, over de hele wereld uitgespreid, alleen maar op zoek naar de laagste kosten, zoveel mogelijk toezicht willen ontduiken. En als er dan toezicht is, dan proberen we het via frauduleuze interventies alsnog te ontduiken. Kijk naar Volkswagen. We zien het bij prachtige bedrijven als Apple. We proberen zo laag mogelijke arbeidskosten te hebben. Dus laten we ze in elkaar zetten in fabrieken Foxconn, China, waar de arbeidsomstandigheden zo afschuwelijk zijn dat ze daar een enorme golf aan suïcide hebben gehad onder de eigen werknemers. Belasting betalen we niet, want we laten het allemaal via Ierland, Nederland en Luxemburg in Maagdeneilanden en andere Britse kroondomeinen eindigen. Geen ketenverantwoordelijkheid, kortzichtig, handelsmentaliteit, uit op het verhogen van winst hier en nu. En nogmaals, we trekken ons helemaal niets aan van de externaliteiten die horen bij dit soort productieprocessen. En dat is ook, dames en heren, en dat is eigenlijk nog veel dramatischer dan Apple en smartphones, dit is ook onze voedselindustrie. Ik werd getriggerd om nader te kijken naar de voedselindustrie toen in 2013 internationaal het paardenschandaal bekend werd. Handelaren hadden paardenvlees verkocht als rundvlees en dat was terechtgekomen in allerlei processed food producten die als rundvleesproducten in supermarkten terechtgekomen waren. De onthullingen rond dat schandaal leken wat mij betreft als twee druppels water op de bancaire crisis. Ook daar het bij elkaar vegen van verschillende typen vlees. En het rare is dat het dus ook niet vlees was in de zin waarin wij meestal denken als we aan vlees denken. Als we überhaupt aan vlees denken, hier in deze zaal. Maar iets als vleesschilfers, waarvan de herkomst uiteindelijk heel lastig te traceren is, alleen maar via barcodes, die vervolgens ook nog een keer fraudegevoelig blijken te zijn. En toen dacht ik, dit is de financiële sector all over again. Met eigenaren die gevestigd zijn in belastingparadijzen als Cyprus om weer de belasting te ontduiken, wat dan vervolgens terechtkomt in allerlei andere soorten voedsel waar dus allerlei tussenpersonen tussen zitten die op het moment dat ze daartussen zitten een leuke greep uit de commerciële waarde halen die daar in die keten geproduceerd wordt. Dames en heren, we zijn vervloekt. Om het minder netjes te zeggen, we're fucked. En het meest verbijsterende is nog dat terwijl we ingezien hebben dat de schade die dit alles geproduceerd heeft gigantisch is, de reactie aan de kant van politiek, nationaal, maar ook internationaal, zo ontzettend gelimiteerd is geweest.
We hebben een politieke reactie die eigenlijk nog het beste getypeerd zou kunnen worden als laten we zo snel mogelijk terugkeren naar business as usual. En dat is dus inderdaad een crisis die je dan teloor laat gaan. Want het zou juist, het had een aanleiding moeten zijn om het systeem, het stelsel wat we tot stand hadden gebracht, wat dus dysfunctioneel bleek te zijn, wat grote schade berokkende, niet bij de bankiers, want die waren snel weg, maar vooral bij belastingbetalers, om dat opnieuw tegen het licht te houden en de beslissing te nemen om het volkomen anders te gaan doen. En dat doen we niet. En dat doen we stelselmatig niet. Sterker nog, wat er gebeurt, en wij noemen dat in ons boek voorwaarts falen, wat er de hele tijd gebeurt is dat de remedie, het antwoord op wat er misgegaan is, is een verdere radicalisering van het eerdere instrument. Dus op het moment dat er sprake is van grootschalig marktfalen, dan gaan we eigenlijk aanzetten op nog meer marktwerking. Kijk nu wat er gebeurt. We hebben een groot probleem ten aanzien van de balansverhouding tussen de factor kapitaal en de factor arbeid. En dan denken we, nou, we gaan misschien dat balans weer een beetje herstellen. Nee, wat besluit de politieke elite? We gaan nog grotere handelsverdragen afkondigen. We gaan TTIP doen en we gaan CETA doen. Zodat de bewegingsvrijheid van de factor kapitaal nog groter wordt. We hebben een enorm schuldprobleem gehad. Nederlandse huishoudens, wereldkampioen hypotheekschulden. 45 minners worden geconfronteerd met grote onderwaarden, ook nu nog. Dus die hebben meer schuld dan de waarde van hun onderpand. Alles wat 45 plus is trouwens, heeft grote overwaarde, minder schuld dan de waarde van het onderpand. Maar goed, daar komen we straks over te spreken. 45 minners, grote onderwaarde, onder water staan, enorme schuldenlast in Nederland. En dan zou je verwachten dat na die crisis kabinet inzet op het terugbrengen van die schuldenlast. Dat in de Europese Unie dat gebeurt. Nee, wat zien we? We zien een viervoudiging van de balansen van de centrale banken die via lage rentestanden en enorme kapitaalinjecties in het financiële systeem eigenlijk niets anders doen dan die fietser die steeds harder moet trappen om maar zijn eigen welvaart overeind te kunnen houden, een extra zetje in de rug te geven. De schuld aan Bas is alleen maar groter geworden. Falen voorwaarts van de politieke elite in Nederland en in Europa. En daar hangen wij de kat de bel. Wij binden de kat de bel aan. Wij proberen duidelijk te maken dat ook het politieke stelsel dysfunctioneel is en in grote crisis verkeert. Het politieke denken in Nederland kan met Willem Schinkel getypeerd worden als boekhouden. En op het moment dat je gaat boekhouden, dan is het duidelijk dat ook de doorknoppers van het CPB politiek steeds het laatste woord hebben. Daar moeten wij vanaf. We moeten door die hele smalle politieke consensus heen breken. Want we worden, dames en heren, geconfronteerd met gigantische uitdagingen. We hebben een economisch stelsel wat niet compatibel is, verenigbaar is met de draagvlak, de draagkracht van onze planeet. We laten een erfenis achter aan onze kinderen, aan de millennials, maar ook aan onze kleinkinderen, waarvan wij ons moeten afvragen of dat wel de erfenis is waar we hun mee willen opzadelen. Dus die consensus die moet doorbroken worden. We moeten weer in Nederland politiek niet gaan zien als je dromen zoveel mogelijk aanpassen aan wat realistisch heet te zijn. En dan zijn het vooral de very serious people die bepalen wat realistisch is. Nee, we moeten weer durven dromen en uiteindelijk proberen onze dromen te realiseren. Dat is wat politiek zou moeten zijn. En dat is ook, dames en heren, en ik vermoed dat ik daarmee aan het einde ben gekomen van mijn voordracht, dat is wat wij met dit boek proberen te doen. En daar is ongetwijfeld, en dat zullen we hopelijk ook meemaken de komende weken, van alles op af te dingen, aan te merken, op te merken. Maar belangrijk is dat we die consensus doorbreken en dat we het gevoel van urgentie duidelijk maken dat het palet aan wat politiek mogelijk is radicaal verbreed moet worden, ten einde ervoor te zorgen, nogmaals, dat ons kroost, onze kinderen en onze kleinkinderen geconfronteerd gaan worden met een wereld, dat zij kunnen leven in een wereld die gekenmerkt wordt door een schoon milieu. Door een economisch stelsel wat zich keurig houdt aan de ecologische, politieke, sociale, culturele draagkracht. Waarin soortenrijkdom bestaat, waarin dieren een goed leven hebben. Daar zetten wij ons voor in. En één van de kanalen is natuurlijk de reguliere
politiek. Gebouwen als dit, waar belangrijke mannen en belangrijke vrouwen belangrijke beslissingen nemen. Maar de kanalen zijn natuurlijk ook daarbuiten. Want, zoals wij in het boek uitgebreid aangeven, in ons allen huizen tenminste vier zielen. Die van burger, die van belegger, die van werknemer. En dan ben ik de vierde vergeten, dat is toch stom. Marjan, wat is de vierde? Consument natuurlijk! En vanuit al die rollen hebben wij een politiek repertoire tot onze beschikking. En het is volgens mij van levensbelang dat wij allemaal, burgers, Nederland, hier, iedereen eigenlijk, gaat beseffen dat alles wat hij of zij doet, werkelijk alles wat hij of zij doet, externaliteiten, om dat gruwelijke economenjargon te gebruiken, heeft. Alles wat wij doen kan positieve effecten hebben voor onze omgeving, maar het kan ook negatieve effecten voor onze omgeving hebben. En alles wat effecten heeft voor anderen is wat mij betreft politiek en zou ook als zodanig gezien moeten worden. Leven de revolutie!